Vandaag maakte de Raad van State bekend dat asielzoekers meer dan 24 weken per jaar mogen werken. En hierdoor komen er mogelijk duizenden nieuwe werknemers op de arbeidsmarkt. Betrokkenen zijn enthousiast, maar critici kijken argwanend naar deze ruimere rechten. Aan tafel Maarten Panhuis, oprichter van Refugee Connect. Meneer Panhuis, van harte welkom. Dank u wel. Het gaat dus om een verruiming van de rechten van asielzoekers. Concreet, wat is er veranderd door deze uitspraak van de Raad van State? In de wet arbeidsmarkt vreemdelingen is opgenomen dat een asielzoeker nadat hij 6 maanden in de asielprocedure is, maximaal 24 weken mag werken. 24 weken per jaar? Of ja, 24 weken en daarna moet hij 28 weken moet hij eruit zijn en dan weer 24 weken werken. Dus dat komt neer op een jaar ongeveer? Ja, wat nu concreet is, wij hebben toen aangevoerd die 24 weken dat die in strijd is met Europese opvangrichtlijnen. Want Europese opvangrichtlijnen geeft aan dat asielzoekers onbeperkt toegang moeten hebben tot de arbeidsmarkt. Ja. En wij hebben dat aangevoerd als zijnde dat deze regel in de wet in strijd is met Europese opvangrichtlijnen. Mm. En daar heeft zowel in eerste instantie het gerechtshof in Arnhem ons positief over beslist. En nu ook de Raad van State heeft aangegeven dat dat inderdaad in strijd is. En dus dat die 24 weken beperking niet toegepast mag worden. Oké, dus u zegt eigenlijk dat u heeft ontdekt dat er een iets is in de wet, in de Nederlandse wet, wat eigenlijk niet mag volgens Europa. Klopt. Hoe heeft u dat ontdekt? Nou, Elvis, die was bij ons, is bij ons in dienst. Nou, die werkte ontzettend positief vanuit werkgever en werknemer. Hij is ook een asielzoeker. Ja, een asielzoeker vanuit het AZC in Harderwijk. Ja. Hij werkt bij Thomas, ontzettend enthousiast. En vervolgens na 24 weken, eigenlijk een paar weken ervoor, vroeg ik een verlenging van zijn werkstelvergunning aan. En die werd afgewezen. En dat vond ik vreemd. Want ik denk, we hebben een arbeidsmarkttekort. Veel asielzoekers op de AZC zitten. En toen ben ik dat gaan uitzoeken. En toen kwam ik onder andere op een rapport van de landsadvocaat, Pauls Rijken, die daar al een beetje een toespeling naar deed. Mm-hmm. Ik had meerdere rapporten gelezen en al die conclusies samen met een advocaat zegt, maar dan denken we echt dat we een zaak hebben. Ja. En dan gaan we dat maar stoetsen bij de rechter. Of die regel in de wet, of dat daadwerkelijk wel mag. Oké, en toen? Nou ja, dat was een zaak tegen het UWV. Ja, officieel is het een zaak. De UWV is uitvoeringsorganisatie en die verstrekt de werkstelvergunningen. Dus officieel is het natuurlijk een zaak tegen de staat, de wetgever. En toen ik met de advocaat daar steeds meer en meer informatie uit haalde, dat was voor ons het teken om daadwerkelijk de stap te zetten. Dus dat hebben we toen ook gedaan. Ja. Tot onze grote vreugde kregen we van de rechter kregen we gelijk. Maar helaas gaf de minister aan toen, ik vind dat dit ook bij de hoogste rechter moet komen. Dus die is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Vandaar dat het bij de Raad van State terecht is gekomen. Maar u zegt u heeft een zaak aangespannen tegen de overheid, omdat de wetgeving niet klopt. Is dat een lang proces geweest? Ja, we zijn bijna 2 jaar onderweg nu. Ja. En ik moet zeggen, na de uitspraak van de rechter dat en het UWV of de minister in hoger beroep ging. Mm. Toen hebben we vrij snel daarna, toen is onder andere vanuit vluchtelingenwerk hebben we ondersteuning gekregen via hun afdeling strategisch procederen, die allerlei aanvullende juridische stukken voor ons schreef. Nou, wij hebben dat ingebracht bij de Raad van State. 7 september hebben we de zitting gehad. Het kan ons niet snel genoeg gaan. Ja. Maar al met al ben ik wel heel blij hoe snel, als je soms hoort hoe lang procedures kunnen duren, hoe snel we nu definitief duidelijkheid hebben. Dus 2 jaar is relatief snel, zegt u? Ja, ik vind dat als je kijkt naar veel procedures, het heeft voor ons 2 jaar te lang geduurd. Ja. Maar gezien alle andere procedures mogen we heel blij zijn dat we nu een definitieve uitspraak hebben. Ja, en hoe heeft de rechter zijn uitspraak gemotiveerd? Ja, heel uitgebreid. En dat vonden we wel heel prettig. Want een uitspraak, de ene uitspraak is de andere uitspraak niet. Waarbij alle argumenten die onder andere ook door de minister aangevoerd werd, eigenlijk door de rechter van tafel geveegd werden. Ja. Al in de eerste uitspraak, maar nu ook bij de Raad van State. En daarnaast had het UWV aangevoerd dat ze heel graag wilden dat de Raad van State zogenaamde prejudiciële vragen zou stellen bij het Europese Hof. Ja, dat houdt in dat je dan het Europees Hof vraagt, hoe moet ik dit nou interpreteren? Want dit gaat eigenlijk boven ons rechtssysteem uit. Ja. Maar dan weet je dat je dan weer 1,5 jaar verder bent voordat er een daadwerkelijk antwoord komt van het Europees Hof. De Raad van State heeft nu gezegd, nee, dit hoeft niet voorgelegd van het Europees Hof. Het is duidelijk genoeg. Het is duidelijk genoeg. Ja. We hebben aanknopingspunten genoeg. Wij kunnen hier uitspraken over doen. En wij vinden ook echt dat de 24 weken beperking in de wet heel duidelijk
in strijd is met de Europese opvangrichtlijn. Ja, nu is die zaak aangespannen ook naar aanleiding van Elvis, de kennis die u heeft, die voor u werkt. Hoe heeft hij gereageerd op deze overwinning? Ja, hij heeft een beetje overdonderd en dat was wel... Vanochtend kwam de uitspraak en ik probeerde steeds hem te pakken te krijgen via de telefoon. Ja. Alleen hij was aan het werk en hij werkt in een productieomgeving, dus hij mag geen telefoon hebben. Dus ik kreeg hem maar niet te pakken en ik kreeg hem niet te pakken. Uiteindelijk heb ik om 2:30 gezegd, nou, ik rijd er gewoon heen. Ja. Want ik wil het hem laten weten. Hij wist het nog niet. Hij wist het nog niet. Dus ik kwam daar, toen had hij langzamerhand al wat nieuws gehoord. Maar ik kon hem dus, vanmiddag dus rond een uur of twee kon ik hem dus voor het eerst feliciteren. Ja, hij was uiteraard heel blij, omdat hij ook gaandeweg het proces gezien heeft dat dit impact niet alleen, want hebben ze de zaak natuurlijk aangespannen voor hem persoonlijk, maar dat de impact voor alle asielzoekers in Nederland is. En dat heeft hij gaandeweg heeft hij begrepen hoe groot de impact is. En daarnaast, hij woont op het AZC in Harderwijk. Daar wonen ook heel veel andere asielzoekers dus die heel graag zouden willen werken. Voor hen weer impact, Juist. En wat was de reactie van de minister op de uitspraak? Ja, de minister heeft aangegeven dat ze blij is met de uitspraak dat er nu duidelijkheid is. Ja. Daarnaast heeft ze de Tweede Kamer laten weten. En daar ben ik ook wel heel blij. Omdat iedereen die nu een tewerkstellingsvergunning heeft... Ja. die wordt behandeld zijnde de nieuwe richtlijnen. Ja. Dus dat betekent dat niet iedereen nu per direct nieuwe tewerkstellingsvergunning moet aanvragen. Maar alle 1200 asielzoekers die nu een tewerkstellingsvergunning hebben... die mogen blijven werken. Ja. En daar ben ik heel blij. Ja. Wat gaat er concreet veranderen voor asielzoekers? Wordt het gewoon dat ze onbeperkt mogen werken? Ja, ze mogen onbeperkt werken zolang hun legale verblijfstatus in Nederland... Dus of ze zitten in asielprocedure en hebben geldig zogenaamd W-document, ID-bewijs. In die, zolang geldt die. Of ze worden statushouder en dan hebben ze automatisch recht op werk. Ja. Maar dus voor de hele procedure mogen ze nu onbeperkt werken. Ja, en u noemt een aantal van 1200 asielzoekers. Dat is het aantal waar het om gaat. Er zijn 1200 asielzoekers die nu een tewerkstellingsvergunning hebben. Dus voor die 1200 geldt het sowieso. Daarnaast, op basis van alle gesprekken die wij gevoerd hebben... denken wij dat, dat we moeten kunnen groeien naar een arbeidsparticipatie van 20% van asielzoekers. Dus dan ga je al richting de 4.000 tot 5.000 asielzoekers die, denk ik, op korte termijn aan het werk kunnen. Omdat we nu zien dat werkgevers hun vacatures ook openstellen voor asielzoekers vanwege die uitspraak. Ja, ik kan me ook voorstellen dat mensen die... zo'n uitspraak dan lezen of daarover lezen in het nieuws... dan denken van, oh, maar 4.000, 5.000 banen minder in Nederland. Gaat dat mij mijn baan kosten? Ja, nou, ik snap natuurlijk aan de ene kant die afweging. Maar als je kijkt, het gaat vooral om vacatures die nu openstaan. Ja. En we hebben een enorme overschot aan openstaande vacatures... die vaak ingevuld worden met arbeidsmigranten... Ja. En nu hoeven dus geen arbeidsmigranten gehaald worden uit Oost-Europa... maar kunnen we die vacatures vullen met asielzoekers. Ja. En dat lost meerdere problemen op. Ja, laten we even het bruggetje maken naar de verkiezingsuitslag van vorige week. PVV, de partij van Wilders, heeft een grote meerderheid gehaald. En Wilders staat uiteraard bekend ook om dat hij de immigratie wil indammen. Wat voor effect gaat dit hebben op uw overwinning vandaag op de raad, in de uitspraak van de Raad van State? Ja, ik denk dat even afwachten wat uiteindelijk uit het coalitieakkoord komt. Maar wat elke keer de link gemaakt wordt, is de instroom koppelen aan de mensen die hier zijn. Ja. En dat is een koppeling die ik hopelijk ook met deze uitspraak losgelaten wordt. Ja. Want het is echt niet zo dat als je het asielzoekers hier moeilijk maakt... dat er dan minder mensen hier naartoe komen. Dus ga dan inderdaad focussen op de instroom. Maar de asielzoekers die hier zijn, waarvan 80 tot 85% statushouder wordt... zorg dan gewoon dat je daar gewoon goed voor geregeld hebt. Ja. En dat je die mensen gewoon de vrijheid of de mogelijkheid geeft... om te werken, om te integreren, om sociale cohesie op te doen. Dus al die stappen te laten zetten. Ja, hoe kijkt u naar de verkiezingsuitslag van vorige week? Ja, uiteraard zwaar teleurgesteld. Vooral omdat met de hele problematiek we zaten van... we moeten echt weer stappen terug doen. Maar wel misschien wel meer strijdbaarder. Omdat ik vind dat de asielzoekers die hier zijn... het gaat vooral gerelateerd aan werk... dat we die de ruimte moeten geven. Ik snap dat het via de politieke weg misschien wat minder voor elkaar te krijgen is. Maar
Het wordt spannend hoe daadwerkelijk de coalitieonderhandeling gaat. Ja, gaan we zo meteen nog over verder praten. Maar om te laten zien dat hij er voor alle Nederlanders is, heeft Geert Wilders afgelopen weken een mildere toon laten horen. Ondanks dat bezocht hij een bewonersbijeenkomst over de asielopvang in Kijkduin, waar heel veel bezorgde inwoners aanwezig waren. En we praten hierover door met politiek commentator en voormalig PVV-lid Lucas Hartong. Meneer Hartong, welkom in de uitzending. Gisteravond bezocht Geert Wilders dus die bewonersbijeenkomst in Kijkduin. Die was georganiseerd vanwege een hotel wat nu een tijdelijke noodopvang is voor asielzoekers. En het draagvlak daarvoor was vrij laag in Kijkduin. Is dit het einde van het mildere imago wat Wilders de afgelopen weken inneemt? Nee, zeker niet. Hij onderstreept hiermee heel duidelijk dat de asielcrisis die er in Nederland is voor hem heel belangrijk is. Ja. En ik denk dat het ook meespeelt dat hij wat druk wil zetten op de VVD-achterban, die ook dat strengere beleid voorstaat. Ja, vindt u het slim dat hij gisteren naar die bijeenkomst is gegaan? Het staat Geert Wilders vrij natuurlijk om te doen wat hij wijs acht. Ja, nee, maar dat is mijn vraag niet. Maar Het kan inderdaad spanning geven ook. Mm-hmm. We gaan ook de komende dagen natuurlijk zien hoe die hele verkenningsronde verder gaat zich gaat afspelen. Ja. Ik weet niet of het wijs is. Het is niet handig misschien. Nee, nu zijn beoogde coalitiepartners die hadden, laten we zeggen, een lichte kritiek op de move van Wilders om gisteravond naar Kijkduin te gaan. Heeft dit nog gevolgen volgens u voor de verkenning, voor al die partijen die nu een beetje elkaar aan het aftasten zijn? Nou, ik denk dat met name het hele punt van de grondwet een belangrijk punt gaat worden in deze verkenningsronde. Omdat natuurlijk Pieter Omtzigt van NSC daarop hamert als nieuwe partij. En ook flink met een flinke aantal zetels de Tweede Kamer. Dat was ook het eerste wat Wilders zei bij zijn verkiezingszegen. Ja. Dat hij zei, we respecteren de grondwet. Was dat al een soort van toenadering naar Pieter Omtzigt? Absoluut, zo moet je dat ook zien. En ik geloof ook zeker dat hij die grondwet zal respecteren. Hij heeft het niet één keer gezegd, hij heeft het meerdere keren gezegd. Ook vandaag weer in de gesprekken met Plasterk. Dat hij zonder taboes en zonder enige hindernis op te werpen met de beoogde coalitiepartners wil gaan praten. Ja, wat vindt u van de keuze voor Ronald Plasterk, ex-PvdA Kamerlid, om verkenner te zijn? Ik denk dat het een hele goede strategische zet is geweest. Plasterk heeft nota bene als minister in een kabinet gezeten met de VVD daarin, kabinet Rutte. En wat dat betreft staat hij ook vrij neutraal in dit hele dossier. En hij is ook op enige afstand acceptabel voor meerdere partijen. En ik denk dat hij niet de eerste de beste persoon is. Hij is natuurlijk wetenschapper. Hij heeft een hele goede achtergrond. Hij is columnist bij Telegraaf. Dus wat dat betreft denk ik dat hij heel goed ligt bij de beoogde coalitiepartners. Anderzijds zijn ook partijen een beetje in de loopgraven zich aan het ingraven. PvdA GroenLinks zegt dat ze nooit niet in een coalitie willen met PVV. Partijen zoals bijvoorbeeld DENK, die wil zelfs niet eens gaan praten. Hoe gaat zich dat ontwikkelen in de komende weken en maanden? Nou, de PvdA die heeft ook vandaag gezegd bij monden van Timmermans tegen Plasterk dat hij niet stapt in een VVD-samenwerking. Mm. En dat hij ook eigenlijk vindt dat de uitslag van de verkiezingen moet worden gerespecteerd. We zijn een democratische rechtsstaat in Nederland. Ja. En dat er eerst moet worden gekeken naar de mogelijkheid van een rechtse coalitie. Ja, wat zijn de knelpunten bij zo'n mogelijke rechtse coalitie? En dan hebben we het over partijen PVV, dan hebben we het over NSC van Omtzigt, dan hebben we het over de BBB en eventueel in de coalitie of in gedoogconstructie met de VVD. Wat zijn de knelpunten volgens u? Nou, zoals ik ook net aangaf, ik denk dat met name dat het kijken naar de grondwet en de rechtsstaat in Nederland een belangrijk punt van onderhandelingen zal worden. Maar verder zie ik echt weinig bottlenecks wat dat betreft, omdat de partijen programmatisch best wel dicht bij elkaar zitten en ook hebben laten doorschemeren dat ze verder wil praten. Ja, ja. Denkt u dat het een lastige of een lange formatie gaat worden? Ik denk dat de verkenningsronde vrij kort kan zijn. En dat ze er snel uit zijn welke partijen met elkaar samen zouden kunnen gaan. Mm-hmm. Maar daarna komt er natuurlijk een formateur. En zijn opdracht zal veel lastiger zijn. Omdat je dan ook echt de diepte moet ingaan. Ook de inhoud. En uiteindelijk moet gaan kijken van wie dan zo'n coalitie gaat uitvoeren. Qua ministers en staatssecretaris. Ja, nou, we gaan het met belangstelling volgen. Hartelijk dank voor de toelichting, Lucas Hartong. Ja, meneer Van Panhuis.
Er gebeurt natuurlijk een heleboel sinds afgelopen weken. Ja. Ook mensen die demonstreren, asielzoekers of moslimorganisaties in Nederland die bang zijn vanwege de uitslag. Hoort u dat ook terug bij de mensen die u spreekt? Ja, ik hoor bij veel organisaties ook die betrokken zijn rondom asielzoekers. Waar we natuurlijk veel mee te maken hebben. Maar ook de asielzoekers die het nieuws volgen. Dat ze verwachten dat alles weer een paar stappen terug gaat. Mm-hmm. In welk opzicht bedoelt u dat? Nou, dat allerlei acties die in gang gezet zijn, of allerlei lobby die in gang gezet is om dingen te verbeteren, om dingen aan te passen, dat weer veel, veel lastiger gaat worden om dat door te zetten. We zijn zelf natuurlijk, als ik kijk alleen al bij ons, binnen de politiek om steeds meer dingen voor elkaar te krijgen, beperkingen waar we nog steeds tegenaan lopen. Want er zijn natuurlijk nog meer beperkingen. Om die een beetje vlot te trekken. Ja. Dat zal weer een aantal stappen terug zijn. Ja. En mensen zijn ook onzeker van maar wat willen ze nou? Hè? Want aan de ene kant wordt gezegd van grondwettelijk zetten we in de ijskast of in de koelkast. Ja, en Wilders heeft ook gezegd dat hij wat milder zal zijn dan die de afgelopen 18 jaar is geweest. Ja, en wat dan precies bedoeld wordt, is natuurlijk afwachten. Kijk, en daarom ben ik wel nogmaals extra blij met de uitspraak. Want dit toont ook aan, en dat is ook echt een waarschuwing naar de nieuwe coalitie. Ja. Dat op het moment dat zij met regels komen die in strijd zijn met Europese opvangrichtlijnen, en zeker wat mij betreft op gebied van toetreden tot de arbeidsmarkt. Dan gaat u gewoon naar de rechter. Ja, dan gaan we gewoon. Dat accepteren we niet. Nee. En aan alle andere zaken die er zijn. Neem bijvoorbeeld, ze mogen pas na 6 maanden werken. Dat staat ook in. Die ruimte die is ook binnen Europese opvangrichtlijnen. Ja, zeg ik tegen de politiek, pak dan de handschoenen op te kijken. Daar zouden we misschien juist nu met deze uitspraak wat meerdere belemmeringen ook vlot kunnen trekken. Ja, maar ik kan me voorstellen dat mensen die wat rechtser georiënteerd zijn, die stemmen bijvoorbeeld op de PVV, dat die niet zozeer tegen asielzoekers zijn, maar juist tegen het gebrek aan integratie. Maar dit helpt wel bij integreren, dat ze mogen werken. Ja, absoluut. Dat zien we natuurlijk. Mensen die aan het werk gaan, de taal leren. Ja. Maar nog een belangrijk onderdeel is, op het moment dat de asielzoekers aan het werk gaan, dan moeten ze bij gaan dragen in hun levensonderhoud. Daarnaast, als ze statushouder worden, dan worden ze statushouder met een baan. Dus dit levert de BV Nederland ook heel veel geld op. Dus als wij de arbeidsparticipatie van asielzoekers omhoog krijgen, dan gaat het de Nederlander belastingbetaling schelen. Ja. En wat is nou mooier dan dat ook dat de coalitie dat als belofte mee kan nemen. Ja, anderzijds zou je denken van mensen die werken, die leren niet zo snel de taal als je bijvoorbeeld in de fabriek werkt of zo. Je kan beter Nederlands leren eerst. Ja, maar echt alle rapporten, onderzoeken tonen aan dat samen met je collega's, maar ook binnen je bedrijf, met alle aspecten die erbij komen, dat de taal dan veel sneller geleerd wordt. En wat wij zien is, wij zien bij de asielzoekers, want die vraag krijg ik ook, het is niet alleen de productie en de logistiek, maar ik zie echt op alle vlakken, alle branches, hoog en laag, zie ik een behoefte om asielzoekers in te kunnen zetten. Omdat er ook heel veel asielzoekers zijn die heel hoog opgeleid zijn. Ja. Waar we een enorme behoefte aan hebben. Ja, uw organisatie Refugee Connect, die slaat een soort van brug tussen de werkgevers en de asielzoekers. Waarom is het zo hard nodig om die brug te maken? Nou, omdat wij zien dat vanuit het bedrijfsleven dat ergens de wens is er wel, een openheid om asielzoekers in te zetten. Maar hoe dat dan precies moet en waar ze tegenaan lopen, dat weten ze niet. Ja. Nou, wij proberen daarin werkgevers te helpen. En dan zie je in één keer dat die participatie toeneemt. Ja. Daarnaast zie je asielzoekers die echt met allerlei vragen zitten. Van, maar wat betekent dan als ik aan het werk ga en hoe kan ik dat regelen? En ik heb geen BSN-nummer, hoe moet ik dat dan regelen? Dus vandaar dat we gezegd hebben, maar dan zouden we juist net even ze aan de hand mee moeten nemen. Omdat als we niet extra begeleiding. Ja, als we niet actief die connectie tot stand brengen, dan wordt die connectie gewoon heel lastig. Ja, tot slot, nog kort. Zou die uitspraak van de Raad van State, waar we de uitzending mee begonnen, zou die onder een Wilders-kabinet ongedaan kunnen gemaakt worden, volgens u? Nee, ze kunnen niet in hoog beroep hier tegen. Dus deze staat. Ik hoop gewoon dat ze deze uitspraak goed beoordelen en zeggen, oké, misschien moeten we dan, want dit is echt veruit de grootste belemmering. Ja. Laten we dan ook dit in een goed beleid gieten. Ja. Zodat we het inkleden dat iedereen daar beter van wordt. Maarten van Panhuis van Refugee Connect, hartelijk dank voor uw komst naar de studio. Graag gedaan.